Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, best brothers en zusters. Onze geliefde profeet sallallahu alaihi wa sallam zegt: Iltamisu as-sa'at allati turja fi yawm al-jum'a ba'da al-'asr ila ghaybubati ash-shams. Eigenlijk zegt onze profeet hierin, in deze prachtige hadith, dat er een uur is na al-'asr en voor zonsondergang van vrijdag. Turja, eigenlijk betekent dat waar je eigenlijk je hoop, datgene wat je hoopt, bij Allah moet voorleggen. Stel je voor, je zit met problemen van opvoeding. Het lukt niet in jouw gezin met gezinsleven. Of het lukt niet op het werk. Of het lukt niet met het gebed. Of allerlei daden. Dit is het moment. Elk vrijdag heb je eigenlijk tijd, een uur voor zonsondergang. Om zich te richten tot Allah tabaraka wa ta'ala. En hem oprecht te vragen. Door hoe, wat moet je precies doen? Je kan gewoon zitten, Allah denken met zijn namen, zijn eigenschappen. O Allah, u bent de Almachtige, u bent de Krachtige, u bent de Alziende, de Alwetende. U weet in welke situatie ik verkeer. Ik vraag u om mij te helpen met dit en dat. Probeer deze tijd tot zonsondergang goed te gebruiken in al datgene wat je wenst. En wat ook belangrijk om te vragen is dat Allah tevreden over jou wordt. Is dat Allah Ta'ala de weg van leiding naar jou, voor jou vergemakkelijkt. Dat hij jou de weg voor jou wordt vergemakkelijkt om goede daden te verrichten. Dat hij tevreden met jou wordt. Dat je ook hem vraagt om jou het paradijs te laten betreden. Dat zijn allemaal goede dua's die je kan doen in deze gezegende tijd. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.